De jarenlange relatie van Lilian Marijnissen met sportpresentator Bart Nolles liep rond kerst 2021 op de klippen, maar dat werd pas negen maanden later bekend. Ze leken heel gelukkig en waren vaak op de tribune te vinden bij Feyenoord. Het is heel lang onder de pet gebleven dat aan die relatie een einde is gekomen, meldde privébaas Evert Santegoets in oktober. En dat terwijl het einde nogal spectaculair was, al dus Evert destijds. Het is bijzonder dat het zo lang verborgen is gebleven, dat nieuws, want nogal wat mensen hebben wat meegekregen van de manier waarop dat is geëindigd. Er is zelfs politie aan te pas gekomen. Privé heeft daar toen een heel groot artikel over geschreven. Showbiz verslaggever Matthijs Alberts vatte het toen samen voor Libelle TV, zij wisten te vertellen dat er rond kerst iets behoorlijk is misgegaan in Huizen Nolles in Brabant, waar zelfs de politie aan de deur zou zijn geweest. Daar zou de relatie tussen Lilian en Bart zijn stuk gegaan. Lang hebben beiden hier niets over willen zeggen. Matthijs in december, ik heb Bart even gesproken. Ik heb toch maar even gevraagd: van klopt het nou dat het uit is? Hij zegt: Heel veel van wat er wordt gezegd is niet waar, maar dat we uit elkaar zijn is inderdaad een feit. Ik ben er heel verdrietig over. Dat gaat je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Evert zag het somber in voor Lilian's liefdesleven. Ik denk dat er na deze ervaring even pas op de plaats gemaakt wordt. En vergis je ook niet dat zij als partijleider natuurlijk ook ongelooflijk druk is. Dan moet je maar net iemand tegenkomen. Dat zou in de politiek kunnen zijn, in de beroemde wandelgangen en ook dat houden we in de gaten. Het AD heeft afgelopen weekend een groot interview met Lilian gepubliceerd en daarin gaat het wel over haar liefdesleven, maar wordt het vermeende turbulente einde van haar vorige relatie niet besproken. De laatste relatie die Lilian Marijnissen had is alweer een tijd voorbij, meldt de krant slechts. Op de vraag of je tijd hebt om liefdesverdriet te hebben als je in de politiek zit, antwoordt Lilian, dat is wel moeilijk. Je kunt niet even uitchecken, legt ze uit. Nu even niet, Mark. Haha. Nee, zo werkt het niet. Je moet er staan. Het AD lijkt wel wat los proberen te peuteren, ook als je hartzeer hebt. Lilian, precies. Iedereen maakt dingen mee die verdrietig zijn, maar als je een debat hebt, of een TV-optreden, kun je dat niet laten zien aan de rest van de wereld. Of nou ja, de wereld, dat is een beetje overdreven, maar aan de rest van Nederland.